Ja. nee. Oh. Hey makkers, makkerinnetjes, welkom terug. Mijn naam is Don, ik ben ziek en ik verveel me de touwtyfus. Dus ik dacht, hey, laten we even gewoon wat Fortnite spelen. Vandaag is de Quad Crasher uitgekomen. Charge the boost to crash through structures and or get some air. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ik stel voor dat we even een potje gaan spelen. Daar vliegen we dan. Ik heb geen idee waar ze spawnen. Ik heb alleen het nieuwsberichtje gezien en ik denk, nou, tijd om Fortnite weer even op te starten. Want ik heb gewoon letterlijk niet gegamed de afgelopen 4 dagen. Zeg ik dat goed? 3 of 4 dagen. Ik heb echt letterlijk alleen maar serietjes gekeken en thee zitten atten. En dat, zo zagen mijn dagen eruit. Dus kan je volgens mij wel voorstellen dat ik me echt dood zat te vervelen. Nee. Laten we hier eens even kijken. Een shotgun. Een kistje. Ik heb niet om me heen gekeken wat betreft andere mensen. Oké, laten we naar het huis toe gaan. Ziet er dicht uit. Alhoewel, laten we eens deze maar even meepakken. Oh, kijk aan. Jezus. Dat bedoel ik dus. Mededeling, ik heb totaal geen controle over mijn stem. Dus al slaat hij ineens over, dan is het niet moedwillig gedaan. Zoiets gaat gewoon automatisch als je diep in de shit zit. Lekker veel assault rifles in ieder geval. Eens even kijken. Oeh, minis. Die wil ik wel hebben. Sure, oké. Okay. Oh, dat is een leuk toetertje. Ja. Oké. Parkeer hem hier voor de deur, want we willen nog meer loot hebben natuurlijk. Zo, die zat er van na te zoomen. Is wel leuk. Ik vraag me alleen af hoe het in een solo scenario naar voren kan komen om überhaupt wel dichtbij iemand te kunnen komen. Want ja, in een solo scenario, al ziet hij je gewoon op je afkomen rijden, dan schiet hij op je. Zo simpel is dat dan ook wel weer. Oeh. Iets waar ik benieuwd naar ben. Je hebt natuurlijk dit hooi. Of in ieder geval de crops. Zullen die ook weg worden geschraapt door dit ding? Oh, je kan er niet mee driften. Oké. Oh, mijn hemel. Dat werkt. Omdat het enigste... Je kan het weghakken. Dus het is een soort van een gebouwtje. Dus op die manier kan je alles weghalen. Dat is wel geinig. De burst. Ja, ik hou de burst wel. Ook ben ik geen groot fanatiekeling van de burst. We houden hem wel. Pepepepepepepe. Bim. Oh. Ik dacht dat hij shit weg kon halen. Nou, teleurstelling weer. Oké. Even kijken, how does this work? Ze zouden gewoon doorheen moeten gaan. Oh, mijn hemel. Zo werkt dat dus. Nou, dat is duidelijk. Ik zit te twijfelen. Minis of... Med kits. Minis. Yeah. Ook al waren het wel 2 med kits, maar ja. Oh, ik hoorde er een knorren. Tering ding. Oké. Oké, misschien moet ik niet zo luidruchtig zijn. Dat zal me niet echt in een voordeel gaan werken. Ik weet overigens niet waar die is. Hij heeft... ik zie hem al. Kom dan, kutwurm. Hij rijdt door. Oeh, hij heeft niet veel AP meer hoor. Ik heb hem goede oplawaaiers gegeven. Ik hou wel van oplawaaiers. Oeh, big pot. Die pak ik even. Hij is nu terug op mij aan het schieten, maar waarschijnlijk erbovenop. En dan moet ik even zo... What the hell? Oké. Hier zat hij gewoon blijkbaar. Even kijken, waar zit hij? Ik hoor hem knorren. Ah, ik knort er vandoor. Klojo. Oh, ik moet wel even doorrijden voor de cirkel blijkbaar weer. There we go. Oeh. Nee, die wil ik niet. Oh, mijn hemel. Jemig, ik ga alle kanten op, joh. Doe even normaal. Oké, wacht. Ja. Hoppa. Oh, ik dacht dat het als een soort sprongetje zou spelen. Maar blijkbaar niet. Oké, zo dan. Sprongetje. Yeah. Het is geen groot sprongetje, maar wel een leuk sprongetje. Ik hou wel van sprongetjes. Ik wil eigenlijk gewoon even iemands bouwwerken mee kapot rijden. Maar dan moet ik hem echt bewaren tot de laatste cirkel, ben ik bang. En ik moet ook gewoon even meer materiaal hebben. Want ik merk dat ik gewoon te weinig heb. Mocht er een goede build battle komen, dan
heb ik gewoon te weinig. Maar ja, daarentegen heb ik dan wel weer de grenade launcher. Dus dat is weer een goed tegenpooltje. Dit zijn ook wel hele leuke dingen. Oh. Ik zit het weer te verneuken. Zit hier iemand overigens? Alleen ik weet niet waar. Oh, hemel. Hey. Ik ben hier. Wat gebeurt hier? Nou, maar dit is toch schattig. Oh, hij geeft me zijn gun. Oh, dat is wel lief. Oké, dan mag jij die en dan mag jij die. En dan... Ja, dat was hem. Oh, wacht, misschien dat hij nog... Oh, ja, ik had nog een trap elimination nodig. Dat wist ik geen eens. Dit was wel echt een schattige knaap, hoor. Dat mijn eerste encounter in zekere zin ook echt met een schattige knaap is. Vind ik wel lief, vind ik wel leuk. Oké, we gaan eens even kijken hoe goed die boost nou daadwerkelijk is. Op dit heuveltje. In 3, 2, 1. Hoppa, dat is een lekker boostje. Oh, hier zijn bouwwerken. Oké, ik weet niet hoe ik dan dit ding kan gebruiken hierbij. Oh, hey, ik zie er nog één. Dit wordt echt een Fast and the Furious shit. Kom terug. Kom terug. Wacht. Kom terug. Ja. Nee. Oh, hij heeft mijn feestje verpest. Klojo. Met zijn kut hockey. Oh. Vind ik heel treurig dit. Vind ik heel treurig. Oh, jezus. Wie moet ik nou aanvallen? Hoppakee, dat is één. Nee, vuile, vieze. Oh, pleuris. Au. Dit is heel vals. Dit is heel vals van je. Oh. Dit doet zeer. Dit doet heel zeer. Oh, ja, dat haal ik niet. We gaan gewoon lekker nog even een potje doen, want ik heb geen voldoening gekregen uit het ene potje. Ook al hebben we het wel leuk naar ons zin gehad met het karretje. Dat zeker. Ik heb ook het gevoel dat ik bij die laatste guy, dat ik hem eigenlijk gewoon moest blijven laseren om in veiligheid te komen. Want zonder was het gewoon lastig. Nou ja, hoe dan ook, ik had te weinig HP. Dat is het puntje. Nou, ik heb al waanzinnig geloot. Hier kan ik op zich endgame wel mee halen, maar ja, hè. Dat moeten we ook nog maar eens even aanzien. Oh, hemel. Ja, oké, dit is echt de jackpot. Ik wist dat deze locatie goed was, maar af en toe slaat de loot hier ook gewoon echt helemaal nergens op. Oh, ja. I hear footsteps. It's from the guy below. Hey, my boy. Nou. Je mag best wel eens neergaan op een gegeven moment, hoor. Jemig. Schiet ik hem zo voor zijn flikker en dan gewoon niet willen sterven, hè? Ik kan er denk ik wel een beetje van uitgaan dat hij de andere helft heeft geloot. Zoals het er naar uitziet wel. Dus wat we dan kunnen doen, is gewoon even een beetje farmen. En dan pakken we de rift bij die waterval daar. En dan kunnen we een andere positie gaan opzoeken. Oké, dan gaan we even de rift pakken. Waar zullen wij eens naartoe gaan? Ik geloof dat ik bij deze stenen formatie ook nog een rift zag. Dus mocht daar kistjes zijn, dan kan ik die wel pakken. Ook wel de enige verbetering die ik even aan mijn huidige loot kan verzinnen, is een andere shotgun. Maar ja, zo komen we wel even verder. Eens even kijken. We kunnen zelfs ook nog bunny hoppen hier. Maar ja, we zitten al in een cirkel zo'n beetje. Dus we good. Ik verwacht ook niet dat hier veel mensen in de buurt zijn. Aangezien dit een beetje het einde van de buslijn was. Wat de hel is dit overigens? Even gluren. Oké, daar heeft iemand zojuist gerift. En ik hoop dat hij niet op mijn dak landt. Wat is dit? Een target test. Oké. Oké. Geinig. Ik wist helemaal niet. Oké. Is dit een challenge? Heb ik een challenge voltooid?
Of dat is een toekomstige challenge, of weet ik veel, joh. Ik zag een schot vliegen. Overigens weer een keer gerift. Ik zie de persoon daar. Hij is wel een beetje ver weg. Ik kan er wel op gaan schieten, maar zoveel zin zal het ook weer niet hebben. Oh, kort een brommetje. Komt hij deze kant op? Nee, hij gaat de heuvel op proberen te komen. Oh, het lukt hem ook nog. Net niet, net wel, net niet, net wel. Oh. Dat ging nog best goed voor hem, hoor. Cool. Ja, maar ik wil hem eigenlijk wel killen. En de cirkel is ver weg. Wat zullen we doen? Hij staat op die heuvel en hij moet er toch wel een keertje vanaf komen. Tyfus. Net als ik aan het hoesten ben, klojo. Moet dat nou? Oh, je bent zo low. Kom op, ga dan ook neer, joh. In zo'n situatie weten heel veel mensen niet wat ze moeten doen als ze worden beschoten tijdens het schieten. Heb ik zelf ook moeite mee. Oh, scooterman. Eén hit. Oké, heel goed dit. Eens even kijken, wat gaat hij doen? Ik zie hem links. Nou joh, dat is wel heel eigenaardig. Hij heeft alleen een rampje links. Dus hij gaat alleen links pieken. Woehoe. 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 Waar gaat hij pieken? Hij gaat rechts pieken. Hij schoot door een kiertje heen. Ben je belachelijk? Hoe de fuck deed hij dat? Die muur staat er nog en hij schoot er doorheen. Excuse me, gun, maar je mag ook gewoon even raak schieten. Sorry, maat. Maar dat gaan we dus even lekker niet doen. Met je gekloot. Oh, die wil ik wel even innemen. Ik hoop dat ik niet voor mijn bek word beschoten nu. Oké. Ik heb het bunny hoppen bij een streamer gezien. Maar ik kan het zelf waarschijnlijk nog niet. Ik weet niet of er een bepaalde methode voor is. Gaan we achterkomen. Wat het in ieder geval is. Is die guy misschieten? Nee, het is... Je moet zo'n ding oppakken. En dan hierop. En dan op de landing moet je elke keer een spatie drukken. Denk ik. Oh ja, dat werkt best wel makkelijk. En dan behoud je een beetje dat momentum van die eerste sprong die je had. Zodat je snel door kunt gaan. Oh wauw, dit is echt best wel makkelijk. Ik dacht echt, dit is dik moeilijk. B-hop dit, B-hop dat. Oké, wat zullen we doen? Ik ben bij het containergedeelte. Maar dat is gewoon letterlijk niet de plek waar ik wil zijn. Oké, top. Ik wist niet dat die uitgewerkt was. Eens even kijken. Ja, ik heb zo'n heavy sniper, dus elke gladiol die komt, kan ik zo blam. En ik zit nog net aan in de cirkel ook. Nou, hoe goed wil je het hebben? Ah, karretje man. En... Oh, damn it. Ik weet niet, zijn karretje leek ook wel ineens te verdwijnen. Ik ging helemaal via die kant, joh. Dat was wel klote. Ik zie niemand via deze kant gaan. Ik zie ook letterlijk niemand deze kant op komen. Ja, ik weet niet, verveel me een beetje hier. Oh, hij is wel daar een battle aan het houden. Ja, daar kan ik niet op schieten. Eentje is neer. Die guy daar heeft een rocket launcher, geloof ik. Zo zag het eruit. De cirkel is meer mijn kant op. Dat is wel een voordeel. Hij zit daar ergens. Maar ja, dat is één persoon en er zijn nog twee anderen. Die kunnen in Wailing Woods zitten te vertoeven. Kan, hoeft niet. Wat ga je doen, knaap? Wat ga je doen? Oh, ik zie hem al. Of dat is een ander. Tyfus Jantje, er zit iemand hier. Hallo? Waar dan? Dat is een sniperschot echt op mijn bakkes. Een van die containers of in het huisje? Huisje, viespeuk. Gore viespeuk. Het zal je leren, hè? Met je wijsneuzige bakkes.
twee hits van 34. 10 seconden voor de cirkel. Container was ook gewoon niet in één schot dood. Met deze gun is dat merkwaardig. Oké, cirkelen. Ik heb een hele goede hits op hem gehad. Lijkt me dat hij nu omhoog moet. Of hij volgt de rand van de muur. Nee, hij is er nog. En daar is hij. Oh, ik word beschoten van een andere kant. Ja, dit is kloten. Oké. Vanaf waar dan, hè? Kakkelak. Oh, kut. Mijn gun was leeg. Never mind. We vervolgen deze battle een andere keer. Terwijl ik ondertussen even op mijn bek pleur. Oh shit, ik zie daar ook iemand verderop. Oké, ik zit in de sandwich hier. Oké, rustig aan. Boompie per boompie. Dit is heel kloten. Wat moet ik nou? Ik zit wel dicht bij de cirkel. Ik wil eigenlijk dat kistje pakken voor een mogelijke medkit. Ik denk dat ik geen tijd voor heb. Dat bedoel ik. The fuck, zit hij dichtbij? Hij zit heel dichtbij. Achter welke boom? Die? Ah, oh, hij zat er wel. Hij zat boven in de boom, die klojo. Oh god. Die andere komt eraan. Oh shit. I fucked it up for myself. I fucked it up. Die boom zit in de weg. Bouw dan, minkukkel. Nee, oh, kut. Nog even eentje nemen. Nou joh, dat is nergens voor nodig. Bouw. Oh, hemel. Mijn zenuwen. Mijn fucking zenuwen. Godver. Die tyfus. Oh. Oh, hemel. Hij zit onder me. En ik heb te weinig HP hiervoor. Ah, joh, dan heeft hij me net nog. Ah, dat gekloot met het vallen en dat bouwen. En het is, ja, het was wel spannend. Hij had ook echt maar één shotgun hit nodig. Die tyfus rocket launcher van hem. Als gewoon mijn sniper rifle even een keer herladen was, dan had ik hem er tussendoor kunnen gebruiken. Dat was mijn intentie. Maar ja, hoe dan ook. Dat was hem dan wel weer voor deze keer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil je toevallig meer van me zien? Druk op de knop naast mij. En ik ga nu weer uitzieken voor de rest. Hey, doei!